Maar waar vind je nou die onvoorwaardelijke liefde? Zijn jullie koppelbaard? Ja. Ja? Hoe lang zijn jullie al samen? Gewoon direct. Voilà. Dat is de kalender. Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? Een jaar of 12. Een jaar of 12. De romantiek druipt er echt af. Ja, zo. En is het onvoorwaardelijk? Ja. Ja, echt? Bij alle twee? Ja. Ik hoop het toch. Je hoopt het toch. Ja, zalig. 12 jaar. Ik ken in één koppel dat onvoorwaardelijk is. Alleen maar één koppel ken ik. Dat zijn mijn grootouders uit Jabekema. Dat is onvoorwaardelijk, jongens. Die zijn 88 jaar en die zijn 75 jaar samen, die man. Zit er nog niet, maatje? 75 jaar. Maar dat is onvoorwaardelijk. Die weten ook alles, he, van elkaar. Mijn grootouders weten alles van een ander. Maar alles, hè. Mijn grootmoeder is de strafste van alle, vent. Die weet alles, he, van mijn grootvader. Mijn grootmoeder weet zelfs wanneer mijn grootvader honger heeft. Die weet dat. Ik wist dat ook niet. Hè. Ik heb dat een keer gemerkt dat ik de zondag ging gaan eten. Op een bepaald moment vroeg ik, bompa, moet je nog een kroketje hebben? En mijn bomma zei, nee, bompa heeft genoeg. Dat is toch fantastisch? Dat je elkaar zo goed kan kennen. Dat je gewoon al weet wanneer dat die jonger heeft. Ik vind dat fantastisch. Die moet verbonden zijn met een soort wifi-verbinding of zo. Mijn bomma is de oudste wifi-hotspot van Jabeke, hoor. Ik vind dat romantisch, hoor. Dat hongercentrum na 75 jaar huwelijk gewoon in de kop groeit van een ander. Dat is toch fantastisch? Dat is romantisch. En beangstigend ook wel. Want ik vraag me echt af wat er met mijn grootvader gaat gebeuren als mijn grootmoeder er niet meer is. Ja, dat gaat niet goed komen, nee, met die vent. Ah, nee, die. Dat gaat nooit goed. We gaan die plots vinden in de keuken, hè. En er zo'n zak roket naast hem. En wat is er gebeurd bij meneer? Hij zei, ja, hij heeft blijven eten. Nee, je wist dat hij genoeg had. En hij is ontploft. Ik sta hier toch ook niet te zeggen dat stand-up comedy de moeilijkste vorm is van theater dat er bestaat?